Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op maandag 8 juli. Veel bewolking boven Nederland, maar zo af en toe breekt ook de zon door. Ook trekken er verschillende buitjes over het land, met name in het noorden en midden van het land. In het zuiden blijft het wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 13 en de 14 graden. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen zo'n 17 tot 19 graden. De wind die blijft uit het noordwesten waaien en is matig, aan zee af en toe vrij krachtig. En dat is dan echt wel een frisse wind. Nou vanavond dan gaat de buienactiviteit afnemen en komen er ook wat meer opklaringen. Als de zon ondergaat is het een graad of 15. Morgen zien we niet veel. Verandering in het weerbeeld. Er zijn morgen opnieuw wolkenvelden waar af en toe ook de zon te zien is. Ook valt er nog wel een enkele bui, maar dat is met name in het noordoosten. kan net iets warmer worden. De temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 21 graden. En de dagen na blijft het toch vrij wisselvallig weer. Woensdag gaat het in de loop van de dag vanuit het westen enige tijd regenen. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden. En donderdag en vrijdag moeten we er rekening mee houden dat er een aantal stevige buien kunnen vallen. Buiten de buien om is er ook ruimte voor de zon. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaatsen. Nog een fijne dag.